te beginnen. En Anke, mochten er mensen binnenkomen, dan accepteer jij het. Okay. Dat doe ik, ja. Nou, top. Ik weet niet, is iemand bekend met wat ik heb gemaakt in het verleden? Wat ik doe als ontwerper? Ja? Okay. Top. Wacht, ik pak even mijn notities erbij hoor. Zien. Nou, ik ben dus Marlo Bruls. Ik ben 29 jaar oud en ook ik ben heel jong begonnen in de mode. Ik ben na mijn middelbare opleiding MBO gaan doen in Eindhoven. Dat was voorheen het ROC en nu is dat Summa College. En daar heb ik mode maatkleding gestudeerd. En vanaf daar ben ik doorgestroomd naar het Amsterdam Fashion Institute. En daar heb ik 4 jaar lang fashion design gestudeerd. En daar ben ik afgestudeerd in 2016 met mijn eindcollectie. Ik ga dat even kijken of ik dat kan laten zien via mijn shared screen. Nou, daar gaan we. Dan moeten we hier zijn. Dus dit is even zodat jullie een kleine indruk krijgen van wat ik heb gedaan. Dus ik heb op het Amsterdam Fashion Institute ben ik afgestudeerd met deze collectie. En ook tijdens het Amfi heb ik stage gelopen. En die stage was bij Kunstbinden. Dus zodoende dat ik ook een relatie heb met de mensen van, of bij Fashion Clash. De relatie heb met mensen van Fashion Clash. Mijn allereerste stage die ik daar deed, toen was ik volgens mij 16. Dus dat is al best wel lang geleden. En dat platform heeft mij heel veel laten inzien als in hoeveel het betekent voor een modeontwerper om je werk te laten zien. Al helemaal als je jong bent en je nog niet zo goed weet welke richting je op wil. Om te kijken, is mode iets voor mij, ja of nee? Dus dit is mijn afstudeercollectie geweest. En vanaf hier ben ik mijn eigen studio gestart. Dus ik ben nu gewoon fulltime bezig met het werken met verschillende kunstenaars. Zo heb ik bijvoorbeeld werk gedaan voor de reisopera. Ik heb met een kinderwagenmerk samengewerkt. Dus het is allemaal heel divers. Niet allemaal per se mode gerelateerd. Maar wel altijd te maken gehad met het maken van kledingstukken. Of draagbare stuks, zoals ik het zeg. Wat me leuk lijkt, is dat we even kort een hele kleine introductie doen. Dus dat iedereen gewoon vanaf... ik weet niet of bij iedereen op dezelfde volgorde staat. Maar gewoon één voor één even kort uitleggen wie je bent, hoe oud je bent en waar je woont. Zodat we allemaal een beetje een beeld hebben van wie is. Dat maakt het ook iets minder spannend dan dat je allemaal niks weet. Dus... misschien wie wil beginnen met zichzelf introduceren? Nou, dan ga ik gewoon iemand aanwijzen. Emma. Hoor je me niet? Ja, ik ben Emma. Hoi, ja. Ik ben Emma Magemans. Ik ken Malou wel nu van Summa Collectie. En ik woon in Meer, bij Maastricht is dat in de buurt. En ik ben 18 jaar. Oké, hallo Emma. Hallo. Nou, we gaan door naar Julian. Yo, horen jullie mij? Ja. Oké, mijn Zoom loopt een beetje vast, maar goed. Ik ben Julian. Ik woon in Arnhem en ik ben 19, dus ik kan nog net het laatste jaartje meedoen. Oké, top. Dan gaan we door naar Elene. Ik ben Elene. Ik woon in Kloosterveen in Assen. En ja, dat. En hoe oud ben je? 15. 15. Dan Lize. Hoi, ik ben Lize. Ik ben 19 en ik woon in Naaldwijk en dat ligt vlakbij Den Haag. Welkom. Anouk. Ik denk dat je heel even je microfoon moet aanzetten. Ja.
Doet hij het niet? Ah, oké. Okay. Nou, Anouk, welkom dat je er bent. Jammer dat hij het niet doet. Houden we daar even rekening mee. En dan hebben we nog Ploen. Ja, ik ben Ploen. Ik kom uit Schinnen in Limburg. En ik ben 18 jaar. Oké. Okay. Nou, duidelijk. Nou, leuk dat jullie er al zijn. Ik zou zeggen, we gaan even een aantal pollen... ik heb een aantal polletjes opgesteld samen met Anke. Om gewoon een beetje een idee te krijgen wat jullie leuk vinden. Waar jullie geïnteresseerd in zijn. Dus die ga ik nu, als het goed is, hier in het scherm opstarten. Dus beginnen met vraag 1. Welke mode jullie leuk vinden? En dan is het... nu aan jullie om dat even in te vullen. Dus welke richting vinden jullie persoonlijk interessant? Nou, we hebben couture, nummer 1, zo te zien. Nog 2 stemmen afwachten. Lukt de stemmen bij iedereen? Ja. 5 van de 5. Ja, nou, we hebben een winnaar. Ik zie dat de meeste van jullie interesse hebben in couture. En dan is er 1 iemand die stemt voor ready to wear. Wie is degene die ready to wear heeft gekozen? Volgens mij is Julian eruit. Ja, volgens mij ook. Ja. Nou, misschien komt hij zo weer terug. Ja, misschien komt hij zo weer terug. Maar oké, okay, duidelijk. Couture is dus iets wat jullie het meeste aanspreekt. Dan gaan we even door naar de volgende vraag. En dat is een vraag over wie van jullie heeft er al ervaring bij het maken van kleding? We wachten nog op 1 stem, maar zo te zien heeft bijna iedereen wel ervaring. Een aantal veel ervaring en 1 iemand zo nu en dan. Maar ook dat komt dan helemaal goed. En daar is Julian weer. Mijn geluid staat nog uit, denk ik. Goeie, ja, mijn geluid staat nog uit. Ja, ja. Mijn ding liep even vast. Dus, okay. Kun jij de poll zien? Ja, ik had net die van Ready to Wear wel ingevuld. Oké. Okay. En deze zie ik ook, dus die moet ik even doen. Oké. Okay. Ik zie nu 4 van de 6 mensen die hem hebben ingevuld. Vijf van de 6. Dus heeft iedereen hem van jullie nu ingevuld? Ja? Volgens mij ziet Anouk hem niet, dus dat lukt het niet. Nou, het ziet er dus naar uit dat 1 iemand geen ervaring heeft. Wie is de persoon die nog niet met kleding heeft gewerkt? Ja. Je moet even unmuten. Ja, ik vergeet het de hele tijd. Ja. ik bijna niks. Anke, hoor jij? Ja. Ik hoor, oh, ik hoor jullie niet. Niemand? Mij ook niet. Oké, okay, wacht even. Horen jullie mij nu? Ja. Waarom hoor ik jullie niet? Anke, kun jij eens even praten? Hallo, Malou. Hallo, oh, nee. Wat? Zet je geluid? Nou ja, zet het wel aan. Ik hoor niks meer. Misschien moet je even opnieuw erin komen, anders... Oh, je hoort me niet natuurlijk. Nou,
dit schiet op. Jullie horen mij wel, ik jullie niet. Dus dan moeten we anders maar even doorgaan zonder dat ik jullie hoor. Ja. En dan als mensen vragen hebben, zet het gewoon even rechts in de chat. Want ik kan jullie dus niet horen. Ik weet niet wat er misgaat, maar lossen we op. Dan heb ik nog twee andere polls voor jullie. En dat is motivatie voor kunstbende. Waarom wil je meedoen aan kunstbende? Want ik neem aan dat jullie allemaal die ambitie hebben. Dus wat is de reden dat jullie graag zouden willen meedoen als jullie gaan meedoen? Oké, zo te zien zijn er twee mensen die zeggen die willen mode studeren en portfolio ontwikkelen. Dat is heel goed. En de overige stemmen wat ik zo zie is dat mensen hun creativiteit willen uiten. Nou, dan ben je op het juiste adres. Vooral ook als je natuurlijk hebt geselecteerd dat couture de richting is die je erg interessant vindt. Want dan sluit deze masterclass, daar sluit deze heel goed op aan. Even kijken of we dan nog een vraag over hebben. Anders kunnen we gewoon aan de slag. Ja, ik heb nog een paar korte vragen. Dus die ga ik er even in doen. Hoeveel outfits zouden jullie willen maken als jullie willen deelnemen aan kunstbende? Vijf van de zes stemmen. Ziet iedereen de poll? Anouk niet? Zou jij 1 tot 3 of 3 tot 6 outfits willen maken of meer? Misschien moet je even 3. Oké, top. Doe het gewoon een beetje op deze manier. Oké, dus 1 tot 3 is het meeste. 4 mensen hebben daarvoor gestemd. 3 tot 6, ja, dat is ook wel een goed aantal. Ik moet zeggen, maak het jezelf ook vooral niet te moeilijk als je meedoet. Want het gaat natuurlijk niet om hoeveel je doet, maar vooral om hoe sterk de outfits zijn die je maakt. Gaan we nog even door naar een andere vraag. We hebben nog 2 vragen en dan ga ik jullie laten zien wat we vandaag gaan doen. Welk doel moet de collectie voor jou hebben? Vind je het belangrijk dat je een boodschap overbrengt? Dat je bijvoorbeeld een bepaald onderwerp aan de kaak stelt? Of hou je gewoon vooral van het creëren van spektakel voor publiek? En dan stel ik hem even aan jou, Anouk. Is dat voor jou nummer 1, dat je iets van een probleem aan de kaak wil stellen? Of is het dat je vooral gewoon mooie dingen wil maken voor publiek? Oké, nummer 2. Top. Dan hebben we dus dat merendeel het vooral voor het spektakel wil doen. En 2 personen die iets aan... En dat zijn allebei even goede opties. Iedere collectie kan een hele andere manier benaderd worden. Dus vooral dat je voor jezelf weet wat heel belangrijk is. Dan hebben we nog de laatste vraag. Wat wil je laten zien? Wat wil je bij je ontwerpen vooral laten zien? Is dat ingetogen vakmanschap? Zijn dat draagbare silhouetten? Of wil je vooral heel veel experimenteren met wat er mogelijk is? Zo te zien is experimenteel ontwerp waar de meeste mensen voor kiezen. En jij, Anouk? Experimenteel, draagbaar of vakmanschap? Oké, duidelijk. Het is een beetje vreemd dat ik jullie natuurlijk niet allemaal niet hoor. Maar goed, daar moeten we maar even mee doen. Dat waren de vragen. Dan lijkt het me slim dat we gewoon aan de slag gaan. Heeft iedereen... ik heb natuurlijk dus een documentje doorgestuurd met een aantal punten waar we het over gingen hebben vandaag. En de vraag daarin was ook, print even een mannequin uit en stel een klein moodboardje of conceptje samen. Heeft iedereen dat gedaan? Of zijn er mensen die dat gedaan hebben?
Zouden jullie die even voor het scherm willen houden? Want dan kan ik even kijken wat jullie allemaal hebben gemaakt. Ah, kijk eens aan. Dat ziet er al heel goed uit. Emma, bij jou zie ik het niet helemaal. Misschien moet je hem even... Nee, maar dat is goed. Oh, dat ziet er ook heel goed uit. Wat goed. Wat fijn dat iedereen iets heeft voorbereid. Zou jij, Lize, iets kort willen vertellen over wat je hebt verzameld aan beeld? Ik heb een moodboard gemaakt gebaseerd op wat afbeeldingen die ik nog mooi vind. En ik hoor het niet. Ja, misschien wel interessant voor de rest. Ik weet het niet. Maar... Ik ga heel even eens van iets anders proberen met de koptelefoon. Misschien dat die dan wel werkt. Want dit schiet niet op. Even kijken. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oké, laatste redding hoop ik. Oké. Horen jullie mij nu? Ja. Ah, yes. Hey. Ik hoor het. Oké, fijn. Gelukkig. Nou, Lize, nog een keer. Take it away. En ik had vooral gekeken naar een lichtinval. Wat ik wel interessant vond. Hier en hier dat strijklicht. Mm-hmm. En daar een beetje de sfeer omheen gebouwd. Met wat natuurlijke materialen. Zoals dat visnet. Maar hier ook een beetje dat rood dan. En dat doorzichtigheid van het glas weer in deze foto ja. gevonden. Heel mooi. Het is een hele duidelijke sfeer. En dus het gaat echt voornamelijk om lichtinval. Ja, en dan en de doorzichtigheid en transparantheid daarvan. Ja. Ja, iets wat je natuurlijk ook heel goed kan vertalen straks naar materiaal, maar ook naar vorm. Nou fijn, goed dat jullie dat hebben voorbereid. Bedankt voor je feedback, Lize. Toch? Ja, Lize. Niet Lisa. Oké. Nou goed, zoals jullie hebben kunnen lezen, gaan wij nu aan de hand van het moodboardje dat jullie hebben gemaakt. En voor de mensen die dat niet hebben, probeer het gewoon een beetje bij te houden. Ik ga nu mijn scherm delen, zodat jullie kunnen meekijken waar we het over hebben. Even zien of die het nou doet. Als het goed is, kunnen jullie nu mijn scherm zien. En dan ga ik deze even openen. Klopt het dat iedereen het nu ziet? Ja, oké. Nou, top. Zoals ik al zei, we gaan kijken hoe we conceptbeeld kunnen vertalen naar een collectie. Gaan we het doen aan de hand van vragen over het concept en het overtrekken van vormen die in je beelden zitten. Dus vandaar dat het ook heel belangrijk was dat jullie wat beelden hebben verzameld. En daarna gaan we ook even kort kijken van oké, welke betekenis zit er nou precies bij iedereen achter? En dat is vooral iets wat voor jezelf heel leerzaam kan zijn om een soort van stap te zetten voor het maken van je collectie die je wil laten zien in kunstbende. Even kijken. Conceptontwikkeling. Dus we gaan 4 onderdelen benadrukken. Vorm, dat is meestal het allerbelangrijkste. Je gaat kijken straks naar je beelden, welke vormen erin zitten. Wat vertellen deze vormen? Zijn ze zacht of zijn ze hard? Is het rond of organisch? Dat zijn allemaal dingen die je straks of zometeen, we hebben natuurlijk maar een uurtje, maar die je jezelf kan gaan afvragen, wat je helpt bij keuzes maken. Vervolgens gaan we over op kleur. Dus welke kleuren zie je en hoe kun je kleur uit je concept toepassen op je kledingstuk? Vervolgens hebben we nog een kort topicje over materiaal. Dus kijken welke materialen zie je in je beeld. Misschien heb je een beeld van, zoals jij bijvoorbeeld had, van visnet. Betekent dat dan dat je een outfit gaat maken helemaal geknoopt van visnet? Dat zijn allerlei vragen die je jezelf moet gaan stellen. En uiteindelijk betekenis dat, ja, moeten we even kijken hoe we daar dat toch binnen kunnen passen. Maar gaan we proberen.
Dan gaan we beginnen met vorm. Ik heb natuurlijk dit conceptje aan jullie doorgestuurd. Het is gewoon een proefconcept, zodat jullie een beetje een beeld kregen bij wat er allemaal ongeveer op moet staan. Je ziet aan de linkerkant zie je een kleurenpalet. Je ziet een paar beelden waar die kleuren dan ook van afgeleid zijn. En wat voor, als je begint met het maken van een collectie, is het altijd handig dat je 5 à 6 kleuren max gebruikt. Natuurlijk kun je printjes en dergelijke, dat bestaat meestal uit meerdere kleuren. Maar het is belangrijk dat je een soort van een uniform geheel geeft en dat het niet alle kanten opgaat. Want dan krijg je niet zo'n mooie eenvoud binnen je collectie. En dan wordt het verhaal wat je wil vertellen wordt ook veel onduidelijker. Binnen deze vormen zie je eigenlijk heel veel verschillende vormen, maar bijna alle vormen zijn organisch. Dus het heeft iets lichamelijks, maar je ziet natuurlijk handen en je ziet het nabootsen van bepaalde lichamen of houdingen. Maar je ziet dat er ook heel veel structuur zit in de beelden. Dus het voelt heel erg handgemaakt en gekneed. En er zit ook een soort van 3D-structuur op wat je ziet. Dus die bobbeltjes en dat tapijt, of ja, dat getufte stukje haakwerk. Daar krijg je echt een heel erg zelfgemaakt gevoel bij. Dan gaan we vorm uit concept halen. Dus dit is wat wij straks, nadat ik jullie wat uitleg heb gegeven, op het einde van deze masterclass zelf even snel proberen te maken met de beelden die je hebt uitgeprint. Zoals je hier ziet heb je vorm concept. Iedereen kan het nog zien? Oké, top. Nou, je ziet hier aan de linkerkant, zie je dat ik elementen uit het beeld heb geknipt, waarvan ik dacht, oh, dat is best interessant om daar iets mee te doen. Hier heb ik letterlijk de hele vorm eruit gehaald. Bij deze heb ik besloten van, oké, wat als ik alleen de stippen eruit filter, wat gebeurt er dan? Je ziet dat die vorm blijft bestaan, maar het wordt meer een print. En hier heb ik gewoon ook weer het hele element uit het afbeeldingje geknipt. En dat is heel interessant. En je zal denken, ja, wat moet ik met een lamp? Ik bedoel, hè? Er is een hele duidelijke vorm. Daar zou je niet heel veel anders mee kunnen doen. Maar dat kan zeker. Want zoals je hier ziet, ben ik gaan experimenteren met, oké, wat als ik die vorm uitknip? Oh, sorry. Het gaat iets stroever. En als je het gewoon uitvergroot al op zo'n lichaampje plakt. Dus je ziet dat er automatisch een soort van ongewoon silhouet ontstaat. Wat je niet meteen, zeg maar, kunt vertalen naar kleding. Maar wat wel heel inspirerend kan zijn voor hoe bijvoorbeeld een bepaalde mouw moet vallen. Hoe een print over het lichaam moet lopen. Dat is voor jou, Lize, ook interessant als je zegt voor transparantie. Dan is die middelste met die stippen is dan een heel goed voorbeeld om te kijken hoe je het kunt plaatsen op het lichaam. En hier ben ik al iets meer gaan experimenteren met bijvoorbeeld het spiegelen van vormen. Dus je gaat kijken van hier heb je het lichaampje, heb ik iets ingedrukt. Ik heb het gedraaid, toen heb ik het vervolgens weer gespiegeld. En het lampje heb ik gebruikt als een soort van bedekking van het onderlichaam. En zo zie je dat er een soort van jas ontstaat. Maar die jas zou bijvoorbeeld in zulk materiaal, volgens mij is dit foam, zie je dat het automatisch veel meer een soort van statement wordt. Het wordt een ongewoon materiaal die kan kneden tot iets wat gewoon vernieuwend kan zijn. En dat is ook wat ik zei met belangrijk dat je geen kant-en-klare kledingbeelden gebruikt. Want dan zit je al vast aan wat iemand bedacht heeft. En op deze manier kun je zelf gewoon heel erg spelen met de vormen die je hebt. Dan heb ik kleur uit concept. Oh nee, wacht. Ik moet heel even terug naar deze, want ik heb nog een poll wat betreft vorm uit concept. Die was ik bijna vergeten. Als je kijkt naar je eigen concept, dit is gewoon voor jullie om even gewoon in die denkwijze te komen, om jezelf even uit te dagen van oké, wat zie je nou echt als je kijkt naar je beelden? Dus welke vormen zie jij als je kijkt naar wat je hebt gemaakt? Is dat een ronde vorm? Bij organisch moet je meer denken aan golvende bewegingen en ook iets meer asymmetrie. Is het rechthoekig? Zitten er bijvoorbeeld heel veel menselijke elementen in? Is het heel strak, als in dat er echt strakke grafische lijnen zitten? Of is het frivol dat er bijvoorbeeld heel veel gebeurt in je beeld? Vul dit gewoon voor jezelf even in en leer op die manier kijken naar de beelden die je hebt verzameld. Wat het is, maakt allemaal niet uit. Het is puur en alleen voor jou.
zie dat meer mensen frivol hebben. Dus dat zou betekenen dat als je je collectie gaat maken, dat dat ook het worden niet hele simpele minimalistische silhouetten, maar het wordt meer over de top, misschien overdreven schouders met ruches of met heel veel bewerkingjes die het op die manier anders maken. Even kijken, dat is duidelijk. End poll. Zijn er mensen die hier iets over willen vragen? Want het is wel leuk dat jullie ook af en toe even wat feedback geven. Anders dan zijn we er zo doorheen. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Hebben jullie bijvoorbeeld al een keer zo gewerkt? Of is het voor jullie nieuw? Voel je niet verlegen om te praten? Zijn er mensen die iets willen zeggen? Anders dan gaan wij, denk ik, gewoon even iemand aanwijzen. Oké, nou, dan laten we zeggen dat... even kijken. Ik moet even kijken naar de deelnemers, want mijn scherm is nu anders. Participants. Ik hoor iets. Je kunt ook even stoppen screen sharing doen. Misschien. Oh. Hier volgens mij weer iedereen. Ja. Ja. Oké. Nou, wie wil er kort iets vertellen? Misschien Ploen? Misschien wil jij even zeggen van oké, heb je zo alles gewerkt? Of denk je dat je hier iets van kan leren? Ja, niet zeg maar zo, maar wel... zeg maar beelden verzameld en daar inspiratie uit gaat, maar dan niet zeg maar echt het kopiëren naar silhouetten, maar eerst zeg maar eerst dan de inspiratie en dan meer verwerken. Ja, precies. Maar snap je dat als je gewoon gaat knippen en plakken, dat je geest dan nog wat breder en wat vrijer is om gewoon lekker gek te gaan en dan daarna te downgraden naar iets wat draagbaar is? Ja. Ja? Oké. Nou, fijn. Daar gaan we zo meteen ook op het einde van deze masterclass, laatste kwartiertje, gaan jullie dat dus heel snel, want dat is de truc. Je gaat heel snel straks je vormpjes uitknippen of je gaat iets selecteren uit je beelden, wat je gewoon gaat knippen en plakken. En de truc is heel snel, want hoe langer je erover doet, hoe meer je gaat nadenken, en dat is niet de bedoeling. En het uiteindelijke doel is dat we op het einde van de masterclass even kunnen zien dat iedereen één outfit heeft geplakt op de poppetjes. En het is voor jullie dan ook heel leuk om daar vanuit verder te gaan werken naar wat je wil gaan maken voor als je meedoet aan kunstbende. Ik ga het hier ook nog even laten zien in Photoshop. Dus dan moet ik mijn scherm er even delen. Even kijken. In Photoshop heb ik even ook nog wat voorbeeldjes gedaan. Of gemaakt, zodat jullie... Hier. Kunnen jullie het nu zien? Yes. Ja, hè? Ja. Oké. Nou, top. Nou, je ziet hier heb ik bijvoorbeeld... ik ga dit even verschuiven. Dit is de vrouw. Het is een gekleide vrouw die in mijn conceptbeeld zit. En ik ben dat op allerlei manieren... Ik heb het natuurlijk digitaal gedaan, maar je kan het ook gewoon met een kopieerapparaat doen. Heb ik op allerlei manieren gekeken van oké, hoe kan ik dat poppetje of dat silhouet veranderen naar iets met een print of iets wat iets abstracter is. Linksonder dat zwarte beeld zie je bijvoorbeeld, dat zou door kunnen als tulle. Als je dat gaat knippen en plakken, dan krijg je al heel snel een interessant beeld. Hier heb je het mannequin. Als het goed is, hebben jullie deze ook uitgeprint voor straks. Of ja, straks over een kleine 15 minuten. En ik ga nu even laten zien wat er gebeurt als ik dus beelden ga knippen en plakken. Ik heb dus hier deze geselecteerd, deze. En die ben ik gaan draaien, gaan uitvergroten, gaan... je kan daar echt alles mee doen wat je wil. En zo ben ik een beetje gaan plakken om te kijken, oké, welke vormen passen daarbij. Dus je ziet, je krijgt al heel snel een heel interessant silhouet. En je kan het zelf gaan invullen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om, laten we zeggen, het lichaampje in te kleuren.
of weg te gummen. Waardoor je kan kijken, oh, maar dan wordt het opeens een soort van lange jurk. Zie je, dat zijn allerlei manieren om jezelf te prikkelen en na te denken in buiten de gangbare paden van gewoon traditionele kleding. Dan heb ik hier nog een ander voorbeeldje. Daar heb ik een zwart silhouet van gepakt. Dat heb ik nog meer verkleind. En daar ben ik ook gewoon gaan knippen en gaan plakken. Om te kijken wat gebeurt er als ik wat waar plak. En natuurlijk is dit allemaal symmetrisch. Omdat dat vaak wel iets fijner is voor het oog. Maar je kan er ook voor kiezen dat je het bijvoorbeeld maar aan één kant doet. Dus dat zijn allerlei manieren om variatie aan te brengen. Je kan ervoor kiezen dat je bijvoorbeeld toch het lichaampje zwart kleurt. Waardoor er echt al een soort kledingstuk ontstaat. Maar je kan er vervolgens ook voor kiezen dat je het gaat inkleuren. Dus met de print die je bijvoorbeeld uit het beeld hebt gehaald. Hoe zou dat eruit zien als je dat bijvoorbeeld als een patchwork toepast? Of je gaat met verf zelf een patroon erop maken? Wat gebeurt er als je de kleuren aanpast? Of bijvoorbeeld het meer doortrekt naar een geheel? Nu moet ik zeggen dat dit er een beetje uitziet als een superheld. Kleurencombinatie helpt daar ook niet echt bij. Maar het is om jullie een idee te geven van hoe makkelijk je eigenlijk gewoon iets heel interessants kan neerzetten. Dan gaan we door naar, even kijken, het andere documentje. En dat was deze. Waar heb ik hem? Hier, denk ik. Ja. Dus hier heb je vorm uit concept. Dat is wat we net hebben benadrukt. En dan... Hallo? Ja. Gaan we door naar kleur. Dus je ziet... Dit zijn de kleuren die ik nu uit het conceptbord heb gehaald. Die kleuren heb ik allemaal gewoon afgeleid van wat je hier ziet. En hier ben ik gaan kijken van... Oké, wat als we meer kleuren willen toepassen? Je kan er bijvoorbeeld gewoon voor kiezen dat je bepaalde elementen gaat kleuren. Dat je prints gaat kopiëren en ze schuin achter elkaar plakt. Waardoor er hier en daar een beetje groen achteruit piept. Hier zie je ook dat de bovenkant bijvoorbeeld blauw is gemaakt. En dan de onderkant geel. En hier even, ja, hier zie je hetzelfde gebeuren. Je kan gewoon met kleurelementen en met textielbewerking op verschillende manieren je kleurenbeeld samenstellen. En je ziet als je alles bijvoorbeeld in geel doet, zoals hier aan de linkerkant, dan heb je al heel snel een geheel. Als je alles aan de rechterkant heel veel kleur gebruikt, zie je dat het wat drukker wordt en wat minder een geheel. Dus probeer als je met meer kleuren werkt, de vormen iets meer op elkaar af te stemmen. Dus in één bepaalde hoek te blijven zitten. Maar als je met één kleur werkt, ben je wat vrijer. En dan hebben we nog materiaal uit concept. Nee, eentje terug. Sorry, ga ik nog even stop sharen. En dan heb ik nog een poll. Wat betreft kleur. Dus welke kleurenpalet past bij jouw concept? Is dat monotoon? Dus één kleurtoon? Dus alles bijvoorbeeld in éénzelfde kleur geel? Is dat verschillende kleuren uit dezelfde kleurgroep? Dus dat je bijvoorbeeld rood hebt, maar dat lichtrood naar donkerrood kan zijn. Of is het juist heel veel kleuren door elkaar? De vragen van de pollen, die zijn er ook gewoon vooral voor jezelf. Om als je iets gaat maken, jezelf af te vragen van oké, waar, binnen welk stramien ga ik werken? Want als je dat niet doet, dan gaat het te veel kanten op. En dan maakt het jezelf alleen maar moeilijker. Ik zie dat nu toe vooral mensen kiezen voor kleuren uit dezelfde kleurgroep. Wat ik persoonlijk ook heel erg mooi vind. En wat het makkelijker maakt. Je moet namelijk ook gewoon een hele goede smaak hebben. Wil je mooie kleurencombinaties maken. Dat is echt een challenge. Maar ik zie inderdaad de meeste mensen kiezen uit dezelfde kleurgroep. En één iemand kiest prints en drukke kleurcombinaties. Wie is dat? Misschien kan diegene even zijn hand opsteken. Ja, ik had die gedaan. Maar dat komt omdat ik gewoon 5 verschillende kleuren heb en 3 daarvan zijn wel uit dezelfde kleurgroep, maar 2 niet. Mm-hmm. Dus ik dacht, dan zoek maar die laatste. Maar... Ja, want het is nee, echt... maar kijk, je concept is, het is handig om dat kleur uit te halen. Dus als jij zegt, van, ik haal er maar 2 kleuren uit die allebei toevallig allemaal geel zijn, mag dat ook. Dus vooral voor je eigen smaak. Ja. Maar het is vooral zodat jullie zelf gewoon... Als jullie straks een conceptje maken voor jullie kunstbendencollectie, kunnen zeggen van oké, dit is mijn beeld.
En ik vind het heel tof om met deze kleuren te werken. En dat hang je dan op je muur en daar hou je je aan vast. Dat bevordert je productiviteit. Anders dan zit je telkens maar weer af te vragen, oké, welke kleur moet ik dit doen? Als je alles in het geel hebt, ja, dan is dat automatisch al voor je gemaakt. Ja. Oké, dan ga ik nog heel even kijken naar materiaal. Dan ga ik die weer even sharen. Is het voor iedereen volgbaar? Snapt iedereen het een beetje? Ga ik te snel? Dan moeten jullie het vooral even aangeven. Gaan we nog een keer terug naar dit document. En dan hebben we materiaal uit concept. Dus zoals je hier ziet, heb ik bijvoorbeeld dit vaasje gekozen. En dit is toevallig een werk wat ik nu recent heb ontwikkeld, wat er heel erg veel op leek. Het was van origine oranje, maar ik heb het verkleurd. Dus je ziet van oké, dit heeft een soort van natte substantie. Het is 3D, dus het ligt bovenop de stof. Dus je kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld met vloeibare verf of latex, wat je kan gieten, allemaal stipjes op je bestaande stof gaat maken. Moet dat glimmend zijn? Moet dat mat zijn? Je kan ervoor kiezen dat je bijvoorbeeld met parels doet of met kralen. Of dat je op elke mogelijke manier kun je eigenlijk ook je materiaal verwerken, waardoor er ook prints automatisch in verweven zitten. Dus dit is vooral om jullie te laten zien hoe je uit dat beeld eigenlijk ook tot nieuw materiaal-experiment kan komen. En dan hebben we aan deze kant hebben we het conceptbeeld van het foamlichaam en de handen. En deze zijn eigenlijk een combinatie van beide. Dus je ziet hierboven van, oké, hierdoor raak je misschien geïnspireerd door het materiaal, omdat het lekker kneepbaar is en je krijgt heel snel vorm. En hierboven zie je hoe iemand het toegepast heeft tot een jas. En ik moet zeggen dat dat een aardig indrukwekkend geheel is en iets wat je niet alle dagen ziet, al niet heel vaak voorkomt. En hier is een combinatie. Hier zou je kunnen zeggen van oké, wat als ik foam en handen samenvoeg? Dan krijg je dus een geheel zoals dit. En dat kan natuurlijk, het is heel bewerkelijk. Je kan het gewoon plakken op een bestaande body of op een t-shirt. En kijken van oké, moet het omhoog of moet het hangen? Dus op die manier kan je zonder dat je urenlang bezig bent met nadenken wat je wilt doen, kun je aan de hand van de schetsen die je maakt met de vormen uit je concept, kun je het materiaal gaan toepassen. En het hoeft natuurlijk ook niet altijd per se van stof te zijn. Want misschien dat je denkt van, nou, ik wil iets maken, maar het moet van karton zijn, want anders blijft het niet rechtop staan. Er is geen enkele reden dat dat niet zou mogen. Dus probeer jezelf vooral uit te dagen om met nieuwe materialen iets nieuws te creëren. En dan denk ik dat we toegekomen zijn aan de laatste poll. Dus ga ik deze weer even stoppen. En dan gaan we nog door naar materiaal. Dus welk materiaal ben je van plan om te gaan gebruiken? En schrijf dit ook voor jezelf op. Want dan heb je straks na deze masterclass heb je gewoon een lijstje van dit en dit en dit wil ik gaan doen. Zijn het vooral nieuwe stoffen? Wil je bijvoorbeeld kijken of je oude kleding kapot kunt knippen? Of gordijnen, dat je daar iets nieuws mee maakt? Of wil je vooral all the way gaan door te zeggen, nou, ik wil als ik karton zie daar iets mee doen. Of misschien wil ik een leuk kledingstuk maken met klei. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je kan doen. Tot nu toe reageert iedereen met anders. Dus ik ben heel benieuwd. Julian, misschien wil jij daar iets over vertellen? Of heb jij, je hebt ook anders gestemd, zo te zien? Ja, ik ben van plan om het een deel gerecycled te maken. En sowieso een beetje sustainable materialen te gebruiken. Ik zat bijvoorbeeld eerst te kijken naar een soort van latex PU-achtig materiaal. En toen kwam ik na heel veel zoeken naar een sustainable variant ervan. Dat eigenlijk precies hetzelfde was. Ik ben alleen even vergeten hoe het heet, maar ja, en dus ik wil een beetje met industriële stoffen werken ook. En verder wel gewoon, wel best wel normaal, I guess. Dus een combinatie van een beetje cotton en vinyl, PU, dat soort dingen. Ja, tof.
Leuk. Ja, daar moet je ook vooral in experimenteren. Hè? Want bij kunstbende is het natuurlijk, je hebt alle vrijheid. En als je bijvoorbeeld wil doorstuderen naar, of stel je wilt dit gebruiken als je portfolio voor bijvoorbeeld een Artes of een Amfi of een HKU, dan bij een HKU of zo'n vervolgopleiding kijken ze heel erg naar niet per se wat je maakt, maar vooral of je creatief kan denken. Ja. Dus ik zie liever een rok die gemaakt is van een karton, en die heel vreemd en bijna niet echt draagbaar is, dan dat ze een kokerrokje ziet die helemaal perfect is. Want dat is iets wat je kan leren. Je kan natuurlijk leren om mooie kleding te maken aan de hand van een patronenboek en een werkvolgorde. Maar mensen willen ook vooral zien hoe jij als creatief persoon denkt. Dus misschien haal je inspiratie inderdaad uit die lamp. Van die lamp heb je een hele toffe top gemaakt. Dat is iets wat veel interessanter is ook voor het publiek om naar te kijken. Dus ik weet niet of er mensen zijn die hierna een kunstacademie of een modeacademie willen volgen of die dat al doen. Maar probeer dat in je hoofd of in je oren te knopen, dat het je jezelf moet laten zien. En het maakt niet uit hoe gek het is. Niks is gek genoeg, ook al denk je soms van wel. Probeer jezelf uit te dagen door net even boven die andere mensen uit te steken, door juist datgene te doen wat mensen niet zo snel zouden doen. Dan denk ik, Anke, dat het tijd is voor de laatste opdracht, toch? Het is kwart voor vijf. Tenzij iemand nu een vraag nog heeft of mag ook over iets anders gaan. Natuurlijk gewoon, of je waar je mee bezig bent. Of, ja. Nog niet. Dat zie je niet. Nee, dan kunnen we door, denk ik. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we door naar de opdracht. Even aansluiten. De bedoeling, Julian, ik zag dat, ik weet niet of jij dat ook had, maar had jij ook wat beelden uitgeprint? Of heb jij een tijdschrift bij de hand? Ja, ik heb het net uitgeprint. Alleen de kleur klopte niet, want mijn inkt was blijkbaar. Nou, dat maakt helemaal niet uit. En jullie hebben allemaal een mannequin op A4. Oké. Nou, dan is het dus nu de bedoeling dat jullie snel vormen uit dat concept gaan knippen. Ik zal zo meteen heel even het scherm openzetten hoe ik dat heb gedaan. Dat zal ik nu al doen. Dus ga uitknippen of ga het overtrekken of ga met stift een soort van namaakvorm maken. Kopieer die of probeer dat op een leuke manier te plakken op dat mannequinnetje. Misschien dat het een onderkant is of helemaal bedekkend is. Helemaal groot of heel klein. En daar hebben jullie precies 10 à 12 minuten de tijd voor, dus er zit druk achter. Ik weet dat het heel moeilijk is, maar 1 is voldoende. Dus ik zou zeggen, ik open nu het scherm, zet ik heel even mijn microfoon op pauze. En dan over een minuutje of 10, 15 gaan we het allemaal even laten zien, om te kijken wat eruit is gekomen. Is dat voor iedereen duidelijk? Ja? Oké, top. Ik ga het scherm openen en dan succes voor de komende 10 minuten. Mogen mensen intussen het vragen stellen of ben je... Ja, zeker. Okay. Ik ben helemaal beschikbaar. Oké. Kan iedereen het zien hier? Ja. Oké, nog 2-3 minuutjes. Ik ga het stellen. 5 minuten mag ook hoor. Ik denk dat het tijd is om af te ronden.
Is iedereen klaar? Oké, nou dan lijkt het me even goed dat we even per persoon misschien even allemaal het voor beeld houden wat jullie hebben. Kunnen wij even een mooie printscreen maken van hoe het eruit ziet. En dat we dan ook even individueel kort toelichten, jullie kort even vertellen wat jullie precies hebben gedaan. Als jullie niet klaar zijn, dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om het denkproces en het werkproces. Dus we zijn gewoon heel benieuwd wat eruit is gekomen. Dus misschien wil jij, Koen, wil jij beginnen? Ja, ik wil hem nog, ja, ik wil hem dan nog zeg maar gespiegeld, maar jij kan hem maar één keer uitgeprint. Dus. Mm-hmm. En dit dan door. En wat heb je gebruikt als wat heb je uitgeknipt? Wat is dat, die vorm? Dit is een stuk uit een schilderij van Francis Bacon, omdat ik dat heel cool vind, omdat er zeg maar heel veel beweging in zit, zeg maar. En heel veel lagen over elkaar en dat soort dingen. En hier is ook een textielstuk wat ik gaaf vond met allemaal laagjes die dan eigenlijk soort van tegen elkaar aangeplakt of genaaid waren, waardoor er een soort waaier en dat vond ik wel cool. Ja, ziet er goed uit. Zit je er een beetje lekker in? Snap je het idee met het knippen en het plakken? Ja. Ja? Oké, nou leuk. Hou hem even bij de hand, want dan doen we straks nog even alles samen. Anouk, jij kan niet praten, maar we zijn wel heel benieuwd naar wat je hebt gemaakt. En heb je beelden geknipt en geplakt uit je conceptbord? Ah. Wil je anders je toelichting typen? Ja. Ja, zet het even in de chat. Spannend, zo. Ja, hè? Kom je eruit? Ah. Ja. Ah, ja. Dat is helemaal goed. Wil je nog een keertje laten zien? Ah ja, ik zie het. Cool. Ja. Ja, en zo zie je, zo kun je heel makkelijk, heb je al iets staan. Je hebt nu in 12 minuten, heb je gewoon al een ontwerp op papier. Zonder dat je er heel lang over hebt moeten nadenken en heel moeilijk hebt moeten doen. Dat is heel goed gedaan. Dan gaan we door naar Lize. Ik had vanaf dit plaatje met die vaas, heb ik dit gemaakt. En ik heb die vinger als schoudervullingen gebruikt. En ik heb haar ook nog een keer uitgeknipt. En als een lage sleeve. Ja. Achter. Ja, het ziet er heel indrukwekkend uit. Kun je hem iets dichterbij houden? Dan kunnen we nog wat beter zien. Ja, oh. En je kan natuurlijk nu ook nadenken van oké, hoe ga ik dat transparant en dat licht, hoe ga ik dat vertalen naar kleur? Hoe ga ik dat in materiaal doen? Dus heb je er iets van geleerd om op deze manier te werken? Ja, zeker. Ja, ik merk dat ik het echt heel leuk vind om gewoon allemaal dingen te draaien en dan, deze vorm. Ja. Ik wil eigenlijk de goudvissen nog een andere kleur geven, maar daar heb ik geen tijd meer voor. Maar nee, ik vind het echt wel leuk om te werken. Oké, en wat natuurlijk handig is, omdat je het op een iPad doet, is je kan ook voor kiezen, oké, ik ga nu die outfit wat ik heb, die ga ik gewoon omdraaien. Of ik ga die weer spiegelen, of ik ga die weer kleiner of groter maken. Dus je kan gewoon door en door en door blijven gaan. Dus probeer dat vast te houden. Probeer zo goed na te denken over wat je wil laten zien. Goed gedaan. Welk programma gebruik je, Lize? Ik gebruik Procreate. Oké, misschien nog een tip voor de anderen. Ja, ik werk altijd in Photoshop.
Maar er zijn heel veel programma's en het is heel fijn om het digitaal te doen, omdat het gewoon wat sneller gaat. Dan gaan we door naar Ilene. Ja. Ik heb wel getekend, dus het is niet zo super mooi, maar ik heb hier een beetje de kroonluchter. Maken in de kleur van deze, ja. Ik zie het. En ja, het is dus zo gewoon. Ja, en je hebt dat ook weer gespiegeld, zo te zien. Boven en beneden, lijkt het. Ja. Ja, het is heel goed ook dat je tekent, hoor. Dat je een vorm letterlijk overtrekt op je schets. Maar probeer ook gewoon... Je kan natuurlijk ook gewoon een tijdschrift erbij pakken. En daar gewoon alle vormen die je ziet, gewoon misschien een hoofd of een... Je kan daar letterlijk alles uitknippen. En dat kun je allemaal op zo'n poppetje gaan plakken. Dat hoeft natuurlijk niet alleen maar het conceptbeeld te zijn. Hè? Er kan ook beelden zijn die je in tijdschriften ziet. Die je erbij vindt passen. Dus ja, het ziet er goed uit. Vond je het leuk om te doen? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Laat je willen op een andere manier nadenken over vorm, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, top. Dan gaan we naar Julian. Ja, ik had... ik had al wel een beetje een concept en een idee van eerder, maar ik heb, met die vormen heb ik het wel heel erg uitgebreid. Want ik had dan zo'n huis uit Japan, met die, dat het zo van die scherpe hoeken heeft. Een pagode? Ik weet niet hoe dat heet, sorry. Maar in ieder geval, ik heb het uitgeknipt en dan had ik als idee om een soort van... samurai armor, dat te vervangen naar een soort van rok met cargo pockets, omdat mijn collectie dat ook, ik ga het nu niet helemaal uitleggen, maar... en dan had ik net dat, omdat het een beetje samurai, Japans, die culture een beetje is, wil ik het als schouderbladen gebruiken. Ja. En dan in mijn andere had ik een high-waisted pants, en dan had ik net... ik heb het niet vastgelijmd, dus het is echt heel onhandig, maar ik had dan high-waisted white pants en dan had ik een kleur, ja, je kan het echt helemaal niet zien, het kleurpalet van één dingetje die ik had uitgeprint, die ook helemaal niet goed is gelukt, omdat de kleuren er niet in zaten. Maar het zijn in ieder geval felle kleuren en daar wil ik dan een soort van statement pieces mee maken en dan een tas erbij van metaal als ketting in plaats van touw. Okay. In plaats van leer of zo, en dan als materiaal een soort van aluminiumfolie van de tas zelf. Ja, je ziet dat jij heel, jij werkt wat kleiner, dus jij kijkt meer naar het materiaal en wat voor een statement je het wil maken. En dan knip je daar elementen uit, dat is ook een techniek. Maar het heeft me echt zeker heel erg geholpen, want ik ben zelf niet echt van de couture, hoe noem je dat? Couture? Spreek ik dat zo goed uit? Maar in ieder geval dat het heel erg over de top. Laat me zeggen, ik ben meer de ready-to-wear. Ja. Dus daarom... Ja, maar dat kan ook, hè? Ja, ik probeer het een soort van in elkaar te vertalen. Want ik vind het soms echt heel gaaf als het, wat over de top is. Maar ik zou het zelf nooit dragen. En ik wil dat op die manier een beetje te vertalen naar ready-to-wear. Dus dat zo extra is. Ja, en wat je ook kan proberen is om toch een keertje, ook al is het helemaal niet jouw ding, probeer een keer iets groots te maken met grote vormen. En ga dat dan vertalen naar iets wat kleiner wordt. Okay, dus je kan natuurlijk iets wat heel groot is. Stel je hebt een mouw die helemaal zo hierheen loopt. Van oké, deze mouw ziet er op dit met knippen en plakken zo uit. Wat gebeurt er als ik dit nu ga vertalen naar een draagbaar stuk? Moet dat dan een vallende stof worden, waardoor die heel mooi valt en niet meer groot is? Snap je? Op die manier kun je ook vanuit iets heel groots kun je draagbare dingen maken. Maar dit is een hele goede techniek. Fijn dat je er iets aan hebt gehad. Yes.